Goeiedag, het is vandaag maandag. Welkom weer bij een nieuwe week. Ik moet zo naar school fietsen met een paar minuutjes. Ja, ongeveer met 6 minuutjes moet ik fietsen. Sorry, ik heb vitamine stopje, maar dan moet ik fietsen. Naar school, ik heb waarschijnlijk vandaag examens waar ik echt geen zin in heb, want ik kijk er echt niet naar uit. Nee, ik kijk er gewoon niet naar uit. Ik wil gewoon, het liefst zou ik gewoon niet willen. Maar ja, het moet. En ik moet maar zo denken. Des te eerder je bezig bent, des te eerder je ook weer klaar bent. Dus ik denk misschien dat ik rond een uurtje 12:30 klaar ben. Maar examen kan ik gewoon naar huis, denk ik, hoop ik. Ik wil het wel, want ik wil niet op school blijven. Ja, dan ben ik gewoon lekker naar huis. Dan lekker. Even gewoon lekker zitten. Misschien nog Huis Anubisje kijken. En dan wil ik gewoon even niksen. Omdat ik het dan wel helemaal gehad ben. Mocht ik gelukkig blijven op woensdag, weet ik het nog niet. Maar dat hoor ik dan wel. Oh, mijn bril zit een viesje op. Misschien moet ik weer schoonmoenen. Nou, ik ga jongens. En ik zie jullie later. Misschien dat ik het niet zie. Maar weet je, ik al meenemen. Als ik examen moet doen. Mijn examen zien als niemand in lokaal is gekomen. Ook geen docent. Ik zei, ja, maar je mag toch geen examen? Nee, dan op mijn telefoon. Maar is het ik, je mag toch geen telefoon? Wat? Jawel. Jawel, ik mag het wel. Erg mag ik het niet ben, maar omdat je foto op maken, zou ik wel echt gaan. Als ik niet op mijn telefoon kan doen, dat is voor mij makkelijker. Want ik in mijn MacBook weet ik precies hoe ik alles bij Word in die documenten in die vakje precies zo moet krijgen zoals ik het wil. Kan daar ook, maar dan krijg ik het precies zoals ik het hebben wil. En dan is het gewoon, ja, vervelend. Anders staat het er niet zo zoals ik het hebben wil. Maar ja, dan gebeuren dingetjes. En dan gaat het misschien fout en dan ben je misschien weer één ding kwijt en dan loopt dat weer weg. Oh, dat kan ik niet tegen, jongens. Dus ik zie jullie straks. Bye. Hoi jongens, hele goede dag. Het is vandaag woensdag. Sorry, ik had heel even wat drinken gepakt. Het is dus vandaag woensdag. Vandaag was ik even naar de pedicure geweest voor mijn voet. Mijn teen dus. Ik heb mijn teennagel eventjes laten fijnen, knippen en even lakken. Van zo'n teennageltje. En ja, daar ben ik even naar Albert Heijn geweest. Heb ik nog even brood gehaald. Maar ze hadden die broodjes niet. Ze zijn weer eerst even oma naar huis gebracht. Die was mee. Ze had een afspraak naar ons. Dus heb ik dat gedaan. Toen ging ik daarna nog even naar de wc, naar de Albert Heijn en camper na gaan. Toen ging ik daarna ook naar huis. Daar is die brood wel bij de andere Albert Heijn nog. Dus ben toen toen ging ik daarna naar huis. Ik heb vanavond lekker de 5 kaasen pizza gegeten van Albert Heijn. Morgen is het donderdag. Het is morgen hemelvaart. Dus alle scholen zijn dicht. En open natuurlijk. Ja, open niet, maar die dag daarna zijn er wel gedeeltelijk, ja, dat sommigen voor school examen moeten doen. Zoals die Michelle heeft de dag daarna gewoon examen voor school. Een schoolexamen, terwijl het dan Goede Vrijdag is. Sommigen zijn dag en na gewoon hemelvaart extra dag. Zeg Goede Vrijdag, maar hemelvaart extra dag is. Dus mijn vriendin. En ik ga vrijdag shoppen met mijn tante in Almere. Ik heb hier het ticketje alvast even uitgeprint. Was wel een werk, omdat het normaal via computer of laptop kan uitprinten. Alleen ik heb dit van mijn telefoon, dus ik heb dit geregeld. Even voor mijn tante. En dan kan ik deze verder meenemen. En dan kan ze deze code ervoor houden om deze poortjes te scannen. Alleen moeten we dan wel voor 4 ingecheckt worden. Dus een 9, dus een half. Deze is gewoon van vrij, van maand tot vrijdag is deze gewoon geldig. En dan kan je gewoon lekker zo reizen ermee. Het is maar 7,08 euro of zo, het schijfkaartje. Echt
vet goedkoop. Als het een Zaberijs daltickets is, Zaberijs daltickets kan je alleen maar via de app van de NS kopen. En niet via de kaartenautomaten. Helaas, pindakaas, dat kan daar dus niet. Dat wilden we de vorige keer doen, maar dat kon niet. Dan landde echt zo van, nou, dat ik maar betalen. En dan was zoiets betalen om naar Almere te gaan boeien. Zij weet je, doe via de app, want daar kwam het gewoon wel. Toen doen we het nu zo. En van mijn tante nog dat geld terug voor mijn kaart. En dan gaan we. Allee. Nou, dat ging lekker naar Almere en dan... Zaterdag ga ik nog niet veel doen. Zondag ga ik met mijn nichtje naar Ping. En daarna komt ze wel weer gezellig hierheen. Zo weer op heel leuk. Ik wil niet naar huis in de avond. Als ze elke avond, elke keer doen. Als ze geweest is, dan wordt ze lekker bij me. Wat heet er bij mij blijven. En zondag. Is dat zondag? En maandag had ik ook wel even een stukje gevlogd, maar ik had ze niet meer af kunnen maken, jongens. Geen idee waarom, maar ik had dus mijn examen. Ik was zo nerveus. Daarvoor, ik had het helemaal gezien. Toen was ik aan het fietsen en toen daarna, maar ik zag niemand, ik zag niemand, ik zag niemand, ik zag niemand. Bij het lokaal, ik dacht, ja, weet je, ik ga even gewoon de kantine zitten. Ik ga wachten tot 9 uur. Als ik dan nog niemand zie, dan ga ik maar even vragen of zoiets. En toen kwam mijn coach naar mij. Ja, we zochten je al, zei de een of ander. Zo, ik had dood in de kat, die zei, zit. Ja, ik dacht, we kwamen met 27, maar het was 42. Ja, dat wist ik niet. Ik zou denk ik kijken op de rooster, maar het is gewoon voor stage. Dus ik moest gewoon mijn praktijk ICT-examen afdoen. Maar ja, ik was helemaal geen van, oh ja, daar op maandag. Ik had daar helemaal niet meer bij stilgestaan, maar goed. Dat gedaan, daarna wilde ik naar huis iets in de klas, maar het was zo vies binnen buiten. Het begon te spetteren te doen en al. Dus ik heb haar besloten mij niet te laten staan. En de bus naar huis te nemen. Want de bus kwam ook bij. Daar kwam ook een bus. Ik ging dat doen. Maar ja, toen moest ik uiteindelijk alsnog daarna met de auto de fiets ophalen. Fiets in de auto doen. Om maar niet dat ik mijn fiets daar achter bleef laten staan. Omdat ze het te gevaarlijk vond. Moe jongens. En dan dat dinsdag heb ik niet gevlogd. Het was ja, ik was een beetje drukjes en moe. Ik was naar de markt in de ochtend. Maar toen ik wakker werd, vond ik me al niet zo fit. Ik was echt zo een moe persoon. Een persoon die gewoon moest liggen in bed. Ja, mijn oma moest vroeg naar de markt omdat ze om 11 uur had revalidatie had. Dan gingen we lekker naar de visboer. Daarna gingen we lekker visje eten. En dan daar, mijn oma zei... Omdat mijn nicht was ook mee. En zei, gaan we nog een lekker visje eten? Opa zei, ja zeker. Oma zei, nou, ik moet zo. Ik had ze al echt weg hoor. En ze zeggen, nou, dat gaat echt wel lukken. Als gewoon, het is, hoe laat is het nu dan? 10:15. Ja. Ik zeg, nou, als iemand nu gewoon alvast vis gaat bestellen, alvast gaat zitten, dan is dat alvast geregeld. Wanneer zei, kom, dan gaan wij samen alvast even vis bestellen. Ze hebben wel alvast vis besteld. Toen gingen we daar lekker zitten. Toen gingen we eten. Toen gingen we dan mijn oma wegbrengen. Toen naar huis. Toen laten we mijn oma weer ophalen. Toen de middag zijn we nog even naar Action geweest. Mijn oma wilde heel graag naar de Action. Ze wilde strippetjes halen. Omdat ze vandaag naar de pedicure dus moest. En haar nagels werden gelakt. Wel van die gewone teenstippetjes hebben. Zodat ze die gewoon makkelijk kon aantrekken. Toen hebben ze die theeslippers gehaald. En toen bij. Ik had nog bij de Action een hele leuke bikini gezien. Ik zal deze nog ergens aan jullie laten zien. Maar ik weet niet zo gauw waar die ligt. Want maar 5 uur bij de Action. Ik vond het echt een hele leuke. Dus ik heb die gehaald. Deze heb ik deze van mijn oma. Uiteraard is die bikini. En toen zag mijn oma bij de Wiebe.
nog op een andere slippers. En toen ja, bij de Action in de Chalk hebben ze de self-scans kassa's weggehaald. Dus ik kan nu alleen nog maar aan de kassa betalen. Ze hebben geen self-scans meer. Dat is jammer, want ik ging daar altijd gaan. Bij de andere Action hebben ze helemaal geen self-scan. Ik vond de self-scans kassa's bij de Action altijd super fijn. Ik ging er altijd heen, maar die hebben ze niet meer. Moet je lang in de rij staan, omdat die Action de self-scans niet meer wilt. Ja, doei. Dus ja, toen ze me in de rij staan. Daarna naar huis. Wat was hij? Nothing, wat was hij? Bij de ding van tegen een werk van de Action gaan de self-scans open. En toen zag ik pas dat mijn self-scans er altijd open, natuurlijk. Maar toen zag ik pas dat er geen self-scans meer waren. Oh. En dan strakjes om 8:30 of 8:45. Komt Andy. Andy op patrouille. Superleuk. Vandaag is Andy in Mexico. En vorige week was er een Louis. Louisa. Nog wat. Er staat ergens in Amerika. En daar was net een orkaan geweest. Veel mensen waren huizen kwijt. Al dat soort dingetjes. Best wel zielig. Andy, in het eerste seizoen heeft Andy in eerste aflevering in de staat in Amerika een dag, een week meegelopen met politie daar. En daar was dus de staat, ik weet even niet meer hoe die staat heette, maar daar kon je dus alleen maar, daar mochten dus geen alcohol drinken. En je mocht dus ook niet, zeg maar, naar een andere stad gaan. Alcohol drinken aan een andere plaats waar het wel is toegegaan staan en dan weer terugkomen. Ja, je mocht wel daarin gaan om alcohol te drinken en dan weer terug, maar dan moest je wel nuchter terugkomen. Dus je mocht niet met alcohol terugkomen naar je eigen staat dan. Dus dat was wel apart. En vandaag is het Mexico. En dan volgende week geen idee. Dus ja. En zometeen make-up er nog even lekker afhalen. Hoort Annie op patrouille begint de pyjama aan. Ja, dit. Dat is hier zo'n hele dichte vlek. Dat komt niet omdat daar geen make-up zit hoor. Maar het komt door het licht. Dat zie je daar ook wel weer. Dat komt door het licht omdat er veel licht naar binnen schijnt. Maar jullie zien dan niet zo hier. Maar het komt van boven. Van het dak. En ja, dus identiteit, ik hoefde vandaag niet naar stage voor deze dag. Omdat ik vroeg het wel gisteren. En ik zei nee, omdat je allemaal als... Nee, en als je vandaag andere dingen gepland, dan mag je tijdens dat iedereen wat bij zijn heeft. Eigenlijk helemaal niks gepland. Ja, ik had alleen die afspraak bij de pedicure, maar voor de rest had ik niks gepland. Maar ja, ik hoef dus niet gekomen. In ieder geval mij wel, want toen wou ik toch niet uitslapen. En dinsdag... Oh ja, en dinsdag, donderdag 1... juni, dan moet ik op controle afspraak bij het tandarts. Ik had eerst gemaakt. Ik had eerst maandag gebeld en dan ja, tegen ma had je al gebeld, maar zei nee. Ik wou het doen, maar toen ik het deed, toen waren ze al met, toen waren ze al niet met telefoon, niet bereikbaar. Dus ik kon straks weer bellen. Dus ik kon maar 2 pas. Ik bellen ze, moest zei ja, was al 2 geweest, moest zei ja, ik ga het al zo doen. Ze zei, weet je, ik had het ook wel even doen, dan kan je gewoon doorgaan met werk, want dan moet ik het taxi vergeet. En moest zei ja, doe dan op woensdagmiddag, want dan kan ik de ochtends nog zwemmen. En op woensdag is ze vrij, als ze ochtend zwemmen, is middags naar het tandarts. Ik ging bellen, als tante zei van, ah, oh, ik zei dus, nou ja, ik ben Jasmina. Al bied ik zo graag een controle. Als zou ik willen maken bij Thomas van de Paven. Zo ik ons Thomas samen met mijn moeder Aka Arnold. Ah, en ik zeg ja, ik zou het heel graag op een woensdagmiddag willen. Ja, heel graag voor woensdagmiddag. Ze zei, ah,
op een woensdagmiddag. Dat kan niet hoor, bij Tandbad van de Paver. Je kunt niet. Ik zeg, oh, dus je kan helemaal niet op een woensdagmiddag terecht bij Tandbad van de Paver. Nee, niet op woensdagmiddag. Alleen op woensdagochtend. Oké, dat was het eerst op 31 mei. Om 9:05 was ook al vandaag plek. Maar ja, mijn moeder had toch al afgesproken om te zwemmen. En dan was toch zijn gordijn erom wat ze dan kan zwemmen. Dus ik ging dus naar vandaag. Ik had dus toen gedaan. Maar toen had ik dinsdag weer opgebeld. Omdat ja, woensdag voor is dat toch een beetje onhandiger. Dus ik had toen gedaan. Toen zei de assistent, oh, u kunt woensdag wel even... Nee, je kunt, ik zei ja, kan ik 1 mei, 1 juni bedoel ik. Dus ik zei, assistenten, ja, 1 juni is nog klaar. Dan zei ja, wat in de ochtend of in de middag? En nee, in de ochtend, moeder moet dat wel werken, maar als dat gaat, dan is het wel een ochtend. Dan zei ja, een ochtend. Hij zei ja, ik heb nogal 9 plek. Ik zei ja, het is ook ergens nog 10 plek. Ja, ik wil niet, kijk iemand, dat is heel goed. Zo halfwege die tandarts toe. Nee, dat wil ik gewoon nooit. En moeder altijd wel, zij is altijd de voorkeur om dat te doen, maar ik niet. En nu mag je het zelf bestellen. En moeder zei in de ochtend, zei niet dat ze vroeg in de ochtend moest. Dus alleen op vrijdag wel, maar... Ik had het toen gedaan in de ochtend. Dus dan moet ik 1 juni op donderdagochtend om 9:50. En ja, mijn moeder gaat sowieso eerst nog haar werk. Maar ja, ik kan dus niet eerst naar stage gaan. Dan ben ik voor een half uur op stage. Dan moet ik al gaan, want het is druk. Omdat mijn moeder komt dan natuurlijk vanuit haar werk gelijk door. Omdat als zij dus van... Zij komt dus achter het vliegtuigwerk. Dus dan vanaf. Dus dan rijdt ze langs de McDonald's de brug af. En dan als je gelijk naar rechts gaat. En dan ga je zo helemaal door. Dan ga je op een gegeven moment bij die laatste. Bij die rotonde rechts in. Dan kom je bij de landerij. Want is dat anders wat ik de landerij. Hè? Daar gaan we heen. Altijd. Dus daar ga ik even naartoe. Dus ja, dat is. Dus ja, dan is het voor mij. Ja, dat is voor mijn niet half. Het eerst toch vroeger of ik op het eerst heel veel naar huis zei. Het is helemaal onwijs. Ja, gaan we maar ook niet doen. Nog vroeger weg. Dus dan moet ik zelf gaan. Ja, mijn enige vervoersmiddel is natuurlijk de bus. Maar ja, de bussen hier gaan maar om het half uur. Dus dan moet ik lijn 6 nemen. Want lijn... De 16 kan ook niet meer. Die gaat alleen maar tot Tuinbeek. En dan moet je om het Anaconda brug. En als je van de bus neemt vanaf het station. Nee, vanaf Tuinbeek. Als je vanaf dus, die neemt de bus dus vanaf station naar Tuinbeek. En dan blijf je gewoon bij Tuinbeek zitten. En neem je de bus vanaf Tuinbeek naar het station. Dan naar Tuinbeek is al terug naar Vochtenhatten. De Westhoven. Daar stap je uit. Want hoef je de hele Anaconda brug niet over te lopen. Dan ben je er sneller namelijk. Dus dan ga ik deze. Dan ben ik ongeveer... ja. 10:30 ben ik 10 minuutjes voor de afspraak. Ben ik er dan. Je moet niet, zeg maar, echt 1 minuutje te laat komen. Want dat hadden we ooit 1 keer voor gehad. Maar 1 minuutje te laat. En we zaten gewoon een uur te wachten daar. En dan kwamen we steeds andere mensen aan de beurt. Andere mensen. En die vragen van, ja. Ja, maar... ja, maar dan is van de paard. Die heeft wel genoeg hoor. We zijn nou zat bij de deur, maar... Anders was die geroepen, waren steeds andere mensen. Ja, dat kwam dus omdat ze 1 minuut te laat waren. Ze hadden ons gelijk geroepen in ons dat we te laat waren. Dus weer. Maar ik ga nu mijn make-up eraf halen, jongen. Anders ben ik straks niet klaar voor anderen op pad. Weer. Het is super leuk. Hey. Ik was nog aan het bellen met mijn tante. En mijn tante zei nog tegen me. Mijn tante en mijn nichtje was ook bij mijn tante Alaya. Waar ik dus nog mee naar de film ga. Want zei, Alaya, wat ga je zondag doen? Alaya, ik ga naar Pink.
Ga je naar Pink? Want ja. Alaya. Dat zijn mijn tante. En Alaya. Wat ga je daarna doen dan? Dan ga ik met Mien dansen. Dan noem ik me altijd Mien. Zegt om. En dan zeg ik, Alaya, zullen we zondag, als het heel mooi weer is, dat het zondag echt lekker weer is, zullen we dan samen naar speeltuin gaan? We hebben bij ons in de buurt speeltuintje. Ja, dat zal wel zitten. En ik zeg, je wilt graag patatjes eten? Gaan we lekker patatjes eten? Ja. En hij zegt, en je wilt graag een kipcorntje? Ja, kipcorn, lekker. Zout van kipcorn. Maar goed, ik ga het nu echt doen, anders ben ik nog te laat. Even borgen bij haar was, of als ik vrijdag naar Albiere ga. Dus ik zie je morgen weer. Hoi jongens, hey. Hele goede dag. Het is vandaag donderdag, hemelvaartdag. Ik ben net heel even weg geweest naar de winkel. Ik wou kijken als de winkel voor zonnebril open was, dat haar zonnebril kon ophalen bij de vierde winkel. Maar die was dicht. En dus kan ze zaterdag weer doen. Morgen is er niet als met haar vriendin weg. Dus dat zonde. En daarna zijn we nog even naar de Kruidvat en de Pony geweest. Daarna zijn we naar de Elifant geweest. We hebben daar een broodje gegeten. En toen nog even naar de Ethos en nog even bij de Albert Heijn geweest. Ik zag dus in een nieuw eetvideo van Sophie. Ik weet even niet hoe haar achternaam uitspreekt. Maar Sophie met een O nog wat of zoiets. Ik weet echt niet hoe haar achternaam uitspreekt. En zij proeft dus allemaal nieuwe dingetjes voor eten. En ik zag dus dat zij Pasultana's, de kaas en ui smaak, had van koek. En ik ben gek op cheese onion dingen. Dus ik dacht, laat ik deze nu al wat Heijn even gaan kijken als die hebben. Ik wil die ook wel eens proefwagen zien. Zij zei dat ze het lekker voelt. Dus ik heb deze gekocht en zo zien ze eruit. Dat is ook echt proef. Maar ja, ik kan ook nog iets van niet eten vind. Oh. Het ziet er wel heel veel kogel uit. Normaal heb je altijd met ei te maken, zit allemaal stukken fruit in. En dat soort dingetjes. Ja, ik ben geen fruit te eten. Dus daarom vind ik dit fruit. Oh nee, het is toch niet zo verkorend. Oh jawel. De achterkant. Dit is de voorkant van het koekje. Dit is de achterkant van het koekje. Ik ga hap. Oh ja, het proeft wel naar. Je ruikt de kaas en de ui. Het ruikt echt naar die onionje. Tot nu toe vind ik dit heel lekker smaken. Die sultana koekjes maken super lekker, die sultana's. Sorry, ja. Daar haat je me. Deze koekjes zijn echt te aanraden. Sophie heeft echt gelijk, deze is zo lekker. Nu moet ik het tas in. En ik hou niet van eens van sultana. En ik vind deze echt lekker. Normaal heb je allemaal stukken fruit in deze sultana zitten. En deze delicious. Ik zie je later, guys. Ik ga even die afkijken. Aflevering van vanavond. Bij VTM Koopplus. Bye. Jongens, hele goede dag. Het is nu vandaag vrijdag. En het is bij over 1 minuut 5 over half 11 in
ochtend. En ik ga even mijn wassen en aankleden. Want ik ga zo meteen shoppen in Almere met mijn tante. Gaan wij gezellig shoppen. Oh, sorry hè. Dus ik moet wel een beetje haasten, want mijn... Want zo dan. Rond 11:15 mijn tante ophalen. Toen moet ik ook nog naar het station. En dan moet ik mijn spulletjes nog even pakken. Maar echt, jongens. Ik heb mezelf een beetje blut gemaakt. Eer. Dus ik heb gehad van mijn ma meegekregen om te shoppen. Echt, wat mag ik nou? Ik ben niet blut hoor. Ik heb nog steeds geld, maar daarvan mag ik niets uitgeven. Zodat ik mijn rekeningen heb betaald. Rekeningen betaald. Als in van... Ik heb ze moeten betalen. En mijn rekeningen dus moeten betalen. Nog. Maar die heb ik nog niet betaald van alle... Indië nog niet. Ja, dus ik bedoel gewoon vast en last die gewoon per incasso worden afgeboekt. Dus geen dingen die je zelf moet betalen natuurlijk. Maar gewoon automatische incasso's. Die heb ik dus geregeld. Bij dat dus geregeld wat veel bedrijven hebben. Dus daar moet ik dus betalen voor. En daarom mag ik het niks uitgeven van mijn geld. Omdat ja, als je misschien net ietsje te veel uitgeeft, heb je minstens toch niet meer doen. Alhoewel ik dat eerst nog allemaal berekende hoef je ook niet uitgeven. Dat ik dat nu even niet weet, is dat dus van een dingetje. Maar goed, ik ga hem even wassen, aankleden. Dus ik zie jullie later. Oh ja, en ik ga nog even mijn scheren onder mijn oksels. Want dat is ook echt heel hard nodig. Zie ik, dus dat ga ik ook even doen. Doei. Hoi jongens, ik heb me aangekleed. Mijn haar gekruld. Ja, mijn haar zit nu nog niet goed hoor. Ik moest nog even met de borstel goed kammen. Maar die ligt boven. Dus ik ga eerst even snel eten. En dan naar boven toe. En ik neem deze portemonnee mee. Ja, ik betaal wel pin. Maar mijn tante had nog geld wat ze me moest terugbetalen. Van de treinkaart. Dus had ze contant bij. Dus dan moet ik dat even zo regelen. Met mijn tante. En ja, ik doe altijd mijn dingcash en mijn tas en de tankcash van mijn tante. Dus daar ga ik nu zo, jongens, over half uurtjes. Dan zie ik jullie als ik thuis ben, trouwens. Ik zal wel proberen gewoon dingen te filmen en zo, hoor. Bye. Hoi, jongens. Hele goede dag. Het is vandaag zaterdag. Sorry, ik was gisteren niet meer teruggekomen. Ik was echt moe van de dag. En dus daar vind ik de badkamer. Ik was nog naar de wc geweest. Ik moest dus... Nou, zie. En ik had ook gelijk even make-up lekker afgehaald. En ik ben zo meteen ook mijn kleding snel. En ook niet te laat slapen. Ik denk dat het morgen zondag. Maar dan moet ik zo vroeg als je... Ja, ik moet dus vroeg op. Mijn wekker staat om 7:45. Want ik moest ongeveer om 8:00 uit. Want dan heb ik nog ongeveer 1,5 uur om me aan te kleden. Want ik moet om 9:30 weg. Om mijn nichtje... Om 9:45 op te halen voor een film. En dan zijn we om 10:00 bij de film. Want de filmtijd om 10:30. En daarvoor zijn echt leuke activiteitjes van Pink te zien. En als we klaar zijn, gaat ze lekker met me mee naar huis. En dan gaan we in de middag nog even lekker naar de speeltuin. Dan brengen we er om 7:00 weer lekker naar huis. Blijf ze ook nog lekker eten. En ik heb gisteren geshopt. Ik heb echt leuke dingen gekocht. Ik zal het anders even laten zien. Eén ding legt ik op het bed. Een topje. En het is echt een blauw topje. Mijn tante heeft deze ook 2 keer. Maar dan in het... hoe heet dat kleurtje? In het zwart. Oké, sorry voor de camera. Maar even dit topje erbij van de Zara. Dit is een soort setje. Maar het setje moet je wel apart betalen. Deze. Kaartje.
Zo. Dan heb je dit setje. Topje. Ik zal het topje een beetje even zo doen. Zo. Dan heb je dit setje. Superleuk. Dat had ik gekocht gisteren. We hebben echt gelachen bij de New York van mijn oom. Wat had trouwens van mijn oom shirt te kopen, maar ze hadden geen leuke shirts. Dat ik het wel zeg, echt geen leuke shirt. Shirts of zo, mijn tante leuker op mijn oom zou dragen. Dus zij zei eigenlijk, het is dat ik hem niet kan bellen. Tante heeft dus, ja, het is dat ze niet kan bellen met haar telefoon. Vanwege die internetdingen. Ze heeft geen abonnement. Dus ik had. Dus zei ik, mag mijn telefoon even gebruiken. Want ik kan abonnementen. Ze zei, ja, is goed. Dus ik zei, ja, doe maar eventjes. Ze zei, gewoon bellen of video. En toen zei ik al, doe maar video. Dus video en zo. Maar de video was een beetje. Waarom zei. Die zei dus, ik zei net al nee, dat ik het niet mooi vond. En dan zag alleen, maar ja, wij horen het niet tot die verbinding. Dan zag alleen, om zei, laat maar, weet je, ik hoop niet dat ze kijken wat lees dan. Ja, nee, ik ga helemaal nergens niet kijken. Ja, gewoon geïrriteerd omdat de verbinding slecht was. En, want ja, kijk, dat heb ik ook wel eens. Ik kan al zeggen nee, maar die andere heeft dat niet mee. Ja, dan ben ik ook wel gewoon geïrriteerd. Snap mij. Daarna gingen we nog even naar de. Daarna hebben we nog even lekker gelopen en we waren nog bij Sarah geweest. Ik had dus dat setje gekocht. Toen we de Sarah uitliepen, toen wilde we naar beneden van de rotter. Ik hoorde al iets of zo. Echt zo van, nou, het leek of zo dat iemand me roept, maar ik zo, ja, we zijn hier dan beren. En ik ben hier met mijn tante, en dat gewoon naast op de rotter. Dus tegen zo, whatever, gewoon doorlopen, het zal wel niet, want ja, wie zou jou in een beren terugkomen als je uit Lelystad komt? Zou niemand begrijpen. Dus ik dacht, gewoon doorlopen. Dus ik ging zo, dus gingen zo naar beneden. Letterlijk, ik kwam op haar. Dan zag al letterlijk, ik hoorde weer, toen ik iemand zien. En dan zat echt zo letterlijk kijken van, wat voor vrouw komt er nou weer af op mij? Dus ik keek. Niks, dus ik keek zo, ik ga lekker kuffen. Ik hi. Ja, ik kende die vrouw dus. Maar telkens ik haar zie, moet ik altijd gewoon denken van, ja, is dat nou Shakita? Of? Omdat ze haar elke keer anders hebben. Ze ene keer heeft ze haar heel licht, zo wat lichte blonderige. En de andere keer heeft ze weer de haar in de vlecht. Dus ja, je weet het maar nooit. Dus ja. En toen gingen we weer weg uit de winkel. Ze zei, tante, wie was dat? Dat zei ik jullie niet. Zo, wie was dat? Of maar, nou, die vrouw komt wel heel spontaan op je af en al. Ze zei, dat was Shakita. Shakita. Tante, Shakita. Wie is Shakita? Ik zei, ja, dat is de moeder van Sevigno. Dus de moeder van mijn beste vriend. Dus ja, die kwam ik tegen in de zaal. Ja, dat was wel leuk. En daar zijn we ook weer even naar huis gegaan. En toen hebben we de trein gepakt. Had het station nog even bij de Albert Heijn to go. Hebben ze nieuw gemaakt. Heb ik nog een flesje drinken gehaald. Want ik had dorst. Oh ja. En ik had ook nog een haarcreme gekocht. Om bij New Yorkers om daar met de bloemen. Maar die had ik gekregen van mijn tante. En oh ja, ik had ook bij de Dirk van de Broek, had ik nog, hoe heet dat gekocht? Twee zakjes van die kleine zakjes van die
oven mini pombeertjes dat ik morgen naar de film ga. Mijn nichtje vindt echt super lekker, die oven mini pombeertjes. Ja, ik denk gewoon, je kan ook gewoon bij de film, maar dat klopt. Maar ze hebben gewoon niet. Ja, ik denk echt veel wat mijn nichtje lekker vindt. En ja, stak nichtjes kiezen, dan wil ze het. En dan wil ze het hebben. En dan wil ze het opeens weer niet. Dus ja, dan wil ze het. En dan maak je het open en dan eten, zit er iets op of zo. Wat ze dan denken van, ja, maar dat vind ik weer niet. En dan moet ze echt niet eten. Dus daar dacht ik, kan het beter zo van die pompbeertjes halen. Dat vindt ze super lekker. Dus weet ik in ieder geval dat ze het lekker eet. Dus dan gaan we dat lekker eten. En dan, ja, gaan we daarna nog lekker in de speeltuin een middagje. Bij ons in de buurt heb je ze speeltuintjes. Dus dan gaan we lekker naar het speeltuintje. En ja, dan ga ik deze toch al afsluiten nu vandaag en niet morgen. Want ja, wanneer je ziet, we doen nog wanneer je in de vlog komt. Het is pas 3, dus niet. En ja, onze hele dag is al vol. Dus ja, daarom heeft het dan geen zin. Daarom zie ik jullie zelfs maandag weer. In een nieuwe week nog waarschijnlijk weer gewoon naar stage. Waar ik niet al te veel zin in heb. Maar dan kan ik wel even voor gaan. Thank you for watching this video.